en welkom in deze gloednieuwe weekvlog. Het is maandag, dus dat betekent een nieuwe weekvlog, een nieuwe start. En ondertussen heb ik al pakketjes ontvangen daarnet en de post bekeken, dus ik ga ze ineens unboxen ook. Superleuke start van de week. Ik heb... Ik ga even zakken. Dat is belangrijk. Dat is dat. Dan, ik heb dus drie pakketjes besteld, maar ik heb er twee ontvangen, alle twee bij bol.com. Ik heb een derde ook besteld bij bol.com. Ik ben benieuwd wat ik nu eigenlijk alle twee ga hebben. Oké, ik kan het gewoon... Is er niks van een liedje of iets? Dan kan het zeggen. Jawel. Ik wou zeggen, dat kan gewoon niet anders. Ja, zit dat in zo'n doosje. Ik heb namelijk tandpasta besteld. Ik vind dat wel super nice en makkelijk. Het was een promopak. En ik pak altijd die Elmex. Ik vind dat echt wel een hele goede tandpasta. En ik moet die ook pakken van mijn tandarts. Omdat ik heel gevoelige tanden heb. Dus dat is dat. En mijn tweede. Oh my god, dat is toch niet die thermometer. Zie hoe nice groot pak dat is. Voor iets klein dat je bestelt. Ja, dat is dus echt puur voor deze thermometer. Wat is de verhouding? Maar ik moest dus een thermometer hebben. Ik had dat thuis al, maar sinds we verhuisd zijn heb ik dat dus niet meer. En ik moet mijn temperatuur altijd meten vooral ik ga werken nu met heel wat gedoe. En dat is gewoon makkelijk om te hebben in huis, een thermometer. Dus dat is dat. We zullen eens testen dat het al ineens werkt ook. Het is van het merk Beurer. Dus het is gewoon simpel. Thermometer. En werkt wel. Oké. Ik heb meestal een lage temperatuur. En wat bedoel ik met laag? Mijn hoogste dat ik heb is meestal eind 35. En meestal eronder. Soms, heel soms heb ik 36. Ik heb ook al 30 gehad. 31, 32. Dus meestal 34, 35 heb ik meestal normaal. Dus ik ben niet benieuwd dat het ook een snelle is. Het is een snelle. 34,6. Oké, het werkt. Ik ben super blij. Echt goed. Dat is echt gewoon een must-have in een huis, vind ik. Dat waren de pakketjes dat tot hiertoe zijn geleverd. Ik verwacht nog een haarmasker. En dat is het denk ik op dit moment. Ik verwacht denk ik enkel nog maar een haarmasker. Ondertussen 20 voor 12 al. Ik ga nu mijn gezicht behandelen, want ik ben het echt zo moe. Kijk, look at this. Het ziet er echt super geil uit. Ik weet zelfs niet dat jullie het heftig kunnen zien, maar ik heb overal puistjes. En vooral hier, en dat komt omdat ik een mondmasker draag met werk. Super lastig, maar het moet. En alles voor de veiligheid van iedereen. Maar het is wel lastig. Dus ik ga een gezichtsmasker opdoen. En ja... Misschien dat ik dat wel film voor jullie. Ik vind dat echt mega lastig. En dan kan ik ineens een beetje mijn skinroutine laten zien. Misschien moet ik daar ook wel eens een aparte video van maken. Misschien is dat wel leuk voor jullie. Laat het zeker weten dat jullie dat leuk zouden vinden. Goed, ik kan hier een beetje eerst opruimen en dan ga ik mijn gezicht behandelen. Ik heb naast mij even een spiegel gezet. Ik ga de gezichtsmasker... Allee, er waren er twee, maar ik kan er nu één van pakken natuurlijk. Van de Action, niet gesponsord. Het is een heat mask. Dus een warmtemasker. Oei, oei, oei. Verrijkt met amandelolie voor normaal en vette huid. En de T-zone reinigt en hydrateert. Een intensieve warmtebehandeling die de huid reinigt en hydrateert. Ik heb het 5 minuten, 10 minuten, zoiets, in lauw water gedaan. En nu ga ik het... Ik heb overal haar. Ik heb echt zoveel haarverlies. Oké, ik hoop dat ik het makkelijk opkijk. Ik denk dat ik best mijn haar ook volledig vast ga doen. Want ik heb een voorgevoel dat het anders helemaal vol gaat hangen. Let's go. Dat vind ik zo wel een nadeel aan zo die typische pakjes.
Het is zo wat rozig, kan ik jullie zeggen. En dit ga ik nu zo 5 à 10 minuten laten intrekken. En er zit nog een half pakje in, dus ik ga het denk ik wel dicht plakken dat ik het nog eens kan gebruiken. Even gauw alles proper maken, mijn handen en zo, en dit laten intrekken. Ja, het is ondertussen al een kwartier dat erop zit. Je ziet dat het niet echt... Oké, ik ga het er gewoon lekker afhalen. Amai. Goed. Ik vind hem niet echt heel warm geweest. Dat wil ik eventjes zeggen. Ik wil hem even eraf halen. Ik ga het eventjes laten opdrogen en dan ga ik ze niet zeggen wat ik van het eindresultaat vind. Op het moment zie ik nog niet echt heel veel verschil natuurlijk, maar misschien voel ik het wel. Het is wel echt gevoed, dat voel ik al wel. Dus oké, ik ben benieuwd voor ze niet. Het heeft nu even opgedroogd, allee, op kunnen drogen. Ik ben mijn eten ook aan het opwarmen. Ondertussen, mijn huid voelt wel echt gevoed en het riekt echt wel intens lekker. Dus dat wel. Dus het heeft echt wel geholpen, I think. Enkel die puistjes dan hier nog een beetje, maar ja, dat kan niet ineens verdwijnen. Dus dat geef ik nog even de tijd. Maar ik ben wel blij dat ik het masker heb opgedaan. Dus dat was het verhaal van het masker. Ik ben nu dus mijn eten aan het opwarmen. En dan ga ik zo naar huis even, denk ik. Maar het duurt nog wel even. Ik heb nog wel... wat werk te doen. Ik ga nog even stofzuigen hier in huis. Een beetje afstoffen. En dat staat dan ook op mijn to-do-lijstje. Mijn vlog 14 editen, maar dat is zo goed als klaar. Mijn thumbnail nog. Maar dat is ook zo goed als klaar. En dit zit. Dat is voor de rest... Ah ja, mijn laken. Ik ga mijn lakens... dat zei ik al vorige week. Ik heb dat niet gedaan en dat vind ik vies. Dus ik moet het echt zo biet gaan doen. Dat ga ik zo biet doen. Mijn lakens. Het is ondertussen al bijna 5 uur. Ik heb net een beetje op mijn gsm gekeken in mijn serie Binnenste Buiten. En heb ook net op YouTube mijn vlog geëxporteerd. En nu ben ik op YouTube aan het zetten. En ik heb een thumbnail ook al gemaakt. Misschien heb ik dat al het gezegd. Dus de weekvlog voor volgende week staat ook al online. Super nice. Mijn mukbang staat al gepland. Ik ben echt keihard voorbereid. Vind ik echt nice. Straks is ook nog mama eventjes geweest, dus mama is nog een uurtje bij ons langs geweest. En bij mij langs geweest. En nu ga ik lekker beginnen met koken. Ik ga namelijk iets van Hello Fresh maken. We hadden dat nog. Omdat we nu woensdag bij Vincent thuis moesten gaan eten, hebben we dus nu nog een receptje. En dat is een maaltijd. En ik heb daar best wel veel zin in. Zelfgemaakte hamburger met friet. Daar heb ik best wel veel zin in. Dus ik ben eens benieuwd hoe moeilijk of hoe makkelijk het gaat zijn. Ik heb inderdaad een appel. Een groene, dus ik vermoed een Garnier Smith of zo. Ik heb komkommer. Lijnzaad rode ik heb ook paneermeel. Voor die hamburgers juist te maken. Maar ik heb dat ooit bij Vincent ook al eens gemaakt zonder paneermeel, omdat we dat toen nog niet in huis hadden en dat gaat ook. Dus ik ga dat paneermeel gewoon bijhouden, denk ik, voor vroeg of laat. Morgens allemaal. Sorry dat de kwaliteit anders is en het geluid anders is, maar ik kan echt op geen andere manier meer filmen. Al mijn 2 SD-kaarten doen iets super raars. Dus ja, ik wou wel beginnen vloggen. Dus het is daarmee dat ik het nu even met mijn gsm doe. Ik weet niet hoe lang en hoe ik het opgelost ga krijgen. Ik heb namelijk mijn SD-kaart... gisteren wou ik eigenlijk een stukje vloggen nog. Om te zeggen dat we een ijsje zijn gaan eten. En even met de fiets daar naartoe zijn gegaan en dit en dat. En ineens komt erop, geheugen zit vol. Dus ik dacht dan wel, dan doe ik dat morgen vroeg. Foto's bekijken. Verwijder ik al mijn foto's ineens ervan. En filmpjes ook ineens op de computer zetten en die dat er niet op moeten verwijderen. Uiteindelijk heb ik dus al mijn foto's en al mijn filmpjes van die SD-kaart verwijderd. En nu komt er nog altijd steeds op dat het vol zit. Dus het komt erop, geen ruimte op geheugenkaart. Dat komt dus op mijn
camera dat ik wil filmen. Foto's trekken kan ik wel, maar filmen niet. En ja, dat is juist wat ik dus nodig heb. Ik heb het leren opzoeken op Google, maar ik vind het precies echt niet. Dus ik hoop echt dat er iemand mij uit de nood kan helpen. Maar zolang het niet gelukt is, moet ik met mijn gsm even filmen. Maar dan kan ik niet te lange stukjes filmen, want ik moet het doorsturen. Allee, ik kan het ook wel via Winmail, maar ik denk dat ik het via Facebook ga doen, omdat dat makkelijker is. Dus ja, dat is een beetje een domperd. Maar oké, ik ga het proberen te fixen. Lukt het niet, dan is de rest met de gsm filmen. Oké, het laatste pakketje is ondertussen aangekomen. Dus ik ga dat unboxen. Ik heb het al een beetje voor de safety veil losgemaakt. Want ik dacht dat gaat lukken. Ja, eindelijk. Halleluja. Oh, ik ben happy. Ik heb namelijk een haarmasker besteld. Ik heb alles daarvan gehad. Het is gewoon mijn routine van al jaren die ik ondertussen nu een tijd ben aan het doorbreken. Maar ik zag deze masker en ik dacht, ik moet hem gewoon proberen. Hij ruikt natuurlijk identiek als de shampoo en de conditioner. Ik heb de shampoo ook nog teruggevonden in mijn sportzak. Dus ik heb de shampoo ook nog. Eventueel zou ik de conditioner ook nog kunnen kopen. En dan heb ik gewoon alles van terug van mijn vertrouwde gammetje. Ik wil wel eens iets anders proberen, maar ik weet zo gewoon niet wat. Hebben jullie suggesties of iets? Laat zeker weten in de comments. Of DM op Instagram, ko.lino. Dat weet ik ondertussen hoe of wat. Het is een jaar na opening vervallen. Maar het probleem is, die is al gewoon open. Dus, al ja. Ja, ik vind dat niet zo oké. Want ze kunnen er gewoon alles in doen en gooien wat ze maar willen. Maar de geur is inderdaad wel hetzelfde. Dus we gaan ervan uit dat er niks apart mee gebeurd is. Ik ga deze lekker opruimen. Het is ondertussen ook bijna 12 uur, dus ik ga gauw iets snabbelen. En dan vertrek ik naar huis. Ik moet naar laat inspringen, omdat er een collega ziek is. Dus ik moet een dagje extra werken. Ik heb morgen wel de vroege, dus dat wordt weer eventjes pittig. Maar op zich komt het wel goed. Ik weet niet, maar ik mis iets aan het kraagje. Ik vind het toch niet zo. Niet helemaal mijn ding, maar oké, okay, ça va. Boeien. Ik heb toch mijn kleren nooit echt zo heel lang aan als ik moet werken. Ik draag enkel mijn kleren van naar het werk te gaan en terug naar huis te gaan. Dit zit eigenlijk. Maar oké, okay, dat is niet interessant om te weten misschien. Ik ga alles opruimen en dan eten. Oké, okay, en we zijn al woensdagavond ineens. Ik heb opzoekwerk gedaan voor mijn SD-kaart. Het is nog altijd niet gelukt. Ik heb in de namiddag even gechilled en mijn broer zijn haar gedaan. En verder was de dag al om. Want ik heb in de vanmiddag dan de vroege gehad. Oh, mijn haar is zo poofy. Ik moet het echt wassen. Goed. Ik ga nu beginnen koken. HelloFresh. We gaan. Hoe noemt het? Ik ga het eventjes opzoeken. Kapsalon. Kapsalon heet het. Dus dat ga ik nu samen met Vincent klaarmaken. Hij schudt nee. Oké, goed. Let's go. Oké, en dit is het eindresultaat. Het ziet er redelijk zwakjes uit. Bon appétit, monsieur. Oké, het is dus ondertussen al donderdag. Ik heb al heel de morgen een beetje op de computer mijn serie gekeken, Binnenstebuiten. Ik vind het eigenlijk wel echt een toffe serie. Ik had die al gezien, maar ja. Ik dacht, ik kan die nog eens zien, want die was ineens random gestopt. En ineens staan al die afleveringen op VTM. Dus ik dacht, ik ga die gewoon even allemaal bekijken. Ik ben daar al wel een tijdje mee bezig, maar het is echt wel een toffe serie. Oké, ik wou nog mijn punten geven van gisteren van die kapsalon. Vincent had een 8 gegeven. En ik toch wel een 7,5. Absoluut wel heel lekker. Het is ondertussen nog altijd niet opgelost, mijn probleem. Ik heb berichtjes gehad via Instagram van ja, je moet je camera eens koppelen. Maar ik vind het probleem echt niet. Alles is gewoon leeg, leeg, leeg. En ik steek hem in de camera en het doet niet. Dus ik ben echt bang
dat ofwel mijn SD-kaart kapot is, ofwel mijn camera. Mijn camera is ondertussen ook al wel wat jaren oud. Ik denk 4, 5 jaar oud. Dus dat is ook niet niks voor een camera dat ik nu tegenwoordig toch wel heel intensief gebruik. Normaal mag het niet, maar ja, zwart. Dus ik ben al een beetje aan het kijken geweest voor een nieuwe camera. Maar ik vind het ook wel moeilijk om... Wat moet ik er dan voor uitgeven? En ik wil dan zeker een draaischermpje. Dat is echt wel iets waar ik mee bezig ben. Dus ja, maar zolang ik nog geen oplossing heb... Ik heb thuis nog wel een kamer met mijn ouders. Dus ga ik even polsen dat ik even mag lenen. En verder ga ik een beetje op zoekwerk doen. En dit zit. Dus ik ga straks ook werken. En koken. Ik ga zo laten zien wat ik ga koken. Dus dat is dat. En verder heb ik iets mee te delen nu. Dus ik ga even verder binnenste buiten kijken. En nadien koken. Dus dat is mijn leven op het moment. Koken, sauna. Helemaal niet veel sociale dingen. I know. Maar het is nu helemaal zo. Het is gewoon saai. En in deze tijd is het gewoon zo. Dus maakt niet uit. Het is alsnog interessant misschien om te weten wat ik kan doen. Oké, ik ga even verder binnenste buiten kijken. Voor ik het vergeet te zeggen trouwens nog mensen, ik heb gisteren een haarmasker ingedaan. En mijn haar is echt helemaal herboren. Echt. Het is wel nog dun tegenover wat ik het ooit had. Maar op zich vind ik het echt... Sorry, ik zat tegen het licht. Vind ik het echt best wel oké. Ik ben echt wel heel blij dat ik het masker heb ingedaan. Het ziet er echt nice uit. Ik heb wel nog altijd haaruitval, maar wel iets minder. Dus ik ben echt wel tevreden. Dat wil ik nog eventjes meedelen met jullie. Oké, dit is dus het eindresultaat. Het is namelijk dit recept. Kieltjes schotel met roodzet en rode pesto. Het ziet er echt super nice uit. Ik heb het dus al laten en dan kan ik deze al meenemen naar het werk. En dan vind je het ook ineens eten. Dat is eigenlijk 2 vliegen in 1 klap. Dus super nice. Oké, mijn lookje of today is dit. Kettingje van Six, horloge van Ozo, trui is van Aswells, echt mijn favoriete nieuwe trui. Riem is Tommy Hilfiger, broek is van Object, heb ik op de Zalando gekocht. Dus voor de mensen die ook zo'n broek willen, check Zalando. En ik heb ondertussen mijn wollen sokken nog aan, maar zobiet doe ik gewoon mijn kousjes aan. En dan denk ik mijn... Superstars, I think. Ja, ik denk dat dat gaat worden. En dit is my look of the day. En van make-up, by the way, heb ik enkel mijn wimbrauw gedaan. Mijn wimpers een heel klein beetje. En mijn lippen, maar dat zien jullie eigenlijk al niet meer echt. Dus dit is it. I am an O-bellen. Die zijn van de Primark, I think. Dat denk ik. Oké, goedemorgen allemaal. Het is ondertussen zaterdag. Ik heb wel van alle klusjes in huis gedaan. Nou, net een wasje laten draaien. Ik ga even mijn deur een beetje dicht doen, want als je het in gang ziet, dan horen jullie dat veel te hard. En verder, ik heb mijn loonbrief al eventjes bekeken van mijn werk. Ik heb al ontbeten. Ik heb namelijk een, ik hoop dat zo gaat duidelijk is, een geroosterde boterham gegeten met choco, of course. Ik ben aan het bekijken trouwens ook nog ondertussen voor een cadeau voor Vincent. Want ik wou heel graag... Kan ik deze vooral zeggen? Ja. Ik wou heel graag eigenlijk op weekend gaan naar de Ardennen. Maar met heel dat gedoe dacht ik van ja, zou ik het wel doen of niet? Maar ik wil het eigenlijk super graag doen. Maar nu zegt het weer dat het niks wordt. Dus ja, als het keihard staat te gieten... Dan heb ik niks aan een weekendje Ardennen of een weekendje zee. Want daar gaat het dan waarschijnlijk zijn. Allee, dat gaat het waarschijnlijk dan worden. Of ging het worden. Maar ik weet het nu niet. Het weer. Maar ja, het is volgende week zondag. Is Vincent jarig, wordt hij 25. Maar ik wou ermee, omdat hij 25 wordt, iets speciaals doen. Maar ja... Even opzoeken hoe dat weer moet.
Ik ben daar vroeger, want ik wou waarschijnlijk naar daar binnen eigenlijk. Ik wou vroeger, kwam ik daar ook superveel en superveel. Ik ben daar wel een keer geweest. En ik vond dat echt de max daar. Het is ook een sterrenhotel, ik weet niet hoeveel sterren. Die hebben in Frankrijk en dingen, in de Ardennen en aan de kust hebben die een hotel. Oké. Zo scherp. Vind ik het moeilijkste. Zo. Het zou dan in Houffalize zijn. Plakken. Regen. Dagelijkse verwarring. Wacht, ja, al regen. Ja, en ik moet eigenlijk de laatste de woensdag beslissen. Want dan ja, is het niet meer zoveel en anders moet ik het anders verzinnen. Dus. Oké, okay. Even nadenken. Ah ja, trouwens, mijn outfit of today is deze hemdje of hemdje, ja, hemdje eigenlijk, van de JBC. De coltrui weet ik eigenlijk niet exact meer van waar dat is. Riem is van Tommy Hilfiger. Broek is van The Objects. En that's it. That's my look of today. En ik ga vandaag gewoon lekker mijn bril dragen. Vind ik wel eens nice. Oké, ik ben terug van de winkel. En wat hebben we gekocht? Ik heb niet superveel gekocht, by the way. Ik heb... zat zo wat zien wat ik heb gekocht. Ik heb heel veel nog in de vriezer trouwens zitten. Ik heb een week HelloFresh afgezegd. Dus voor volgende week dat HelloFresh niet moet komen. Want van de week is het wel een drukke, speciale week. Het zijn twee verjaardagen. Ja, twee verjaardagen. En vandaag is het ook feest voor mijn broertje, want die is donderdag verjaard. Dus dat is dat ik eventjes nog wou zeggen. Oké, wat heb ik gekocht? Ketchup chips. Zouten chips. Ik heb appelen gekocht, omdat ik wel wat vroeger zit volgende week ook. Ik heb mijn zebrakoeken gekocht. Sandwiches, minietjes, maar die vinden wij heel lekker van de Lidl. Dan een brood van de Lidl. En dat ga ik invriezen, omdat ik dat wel makkelijk vind om altijd toch iets van brood in huis te hebben. Dat ga ik invriezen. Spaghetti. Twee pakken afbakbroodjes. Ik vind dat wel handig om in huis te hebben. Voor moest het ooit. Dan twee donuts. Krokante wafeltjes. Chocoladebroodjes van morgen. Koekjes. Gehakt. Dan ham en filet de saks. En dan als laatste dannetjes. Dat is het. Dus op zich valt het wel heel erg mee. Wat ik heb gekocht. Ik heb meer ongezond gekocht precies dan gezond. Maar dat maakt niet uit. Oké, dat was maar mijn aanbod. Smullen maar. Ja! Goedemorgen allemaal, het is zondag en we hebben lekker uitgeslapen. Ik ben nu bezig ondertussen mee al cake te bakken. Maar ik ga het in de airfryer doen, dus ik ga maar een halve portie cake maken. Dat ga ik dan met die kleine vormpjes doen. Ik hoor in mijn trouwens een beetje staan met de micro's aan voor de boter. Wat heb ik op dit moment aan? Mijn weekendclub trui en mijn joggingbroek van Vincent van de Lidl. Dat is wat ik ondertussen op het moment aan heb. Oké, ik ga verder met de cake te bakken.
Ik ben ergens op het moment. En ik ga de boeken van mijn vriend bezoeken. Die is op dit moment ergens in revalidatie. Dus ik ga die nu een keer bezoeken. Ik vind het wel spannend, want ik ben er nog niet geweest. Maar we zullen zien. Oké, let's go. Hallo, allemaal terug. Het is ondertussen al zondagavond. Ik ben na mijn bezoekje naar de ouders van mijn vriend gegaan. We hebben lekker gegeten. En we zijn er nu pas van terug. Mijn camera, mijn SD-kaartjes is gefixt. Allemaal dankzij Vincent. Dus ik kan terug filmen met mijn camera. Daar ben ik super blij mee. Verder ga ik nu even een to-do-lijstje maken voor morgen. Ga ik mijn gezicht nog even helemaal cleanen, denk ik. Mijn werkzak maken. En verder nog heel eventjes chill. Het is al 9:15, dus het is al best wel laat. Dus ik denk dat ik niet meer super veel ga doen. Dus hierbij ga ik ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop alsnog dat jullie de weekvlog leuk vonden. Doe vast dat duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren en me te volgen op Instagram, Karel.Lina. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog terug. Bye bye!